Ik had mij iets anders voorgesteld bij een verhuurperiode aan ADO Den Haag. Nee, in de zin van, ik heb het hier hartstikke naar mijn zin. We hebben een leuke spelersgroep. Ik vind de technische staf, kan ik heel goed mee werken. Maar er is ook een andere kant, voetballend, want daarvoor ben ik hier. En dan had ik het me, in die zin had ik het me dan wel anders voorgesteld. In de zin van, als je op papier gaat kijken, vind ik dat we echt een hele goede selectie hebben. En goede spelers. Dus dan is de positie waar we nu staan in mijn ogen veel te laag. Ik heb moeite met de wijze waarop de media over mij praten. Nee. Je pikt sommige dingen wel op. En er wordt heel veel gesproken. Die jongen had 5 minuten bij Feyenoord gespeeld en toen dacht hij al dat hij Maradona was. Toen is hij met veel bla bla naar Enschede gegaan. Daar is hij alleen maar lastig geweest en was hij na een half jaar werd hij al uitgekotst. Geen professionele instelling. Hebben hem gewoon laten lopen. Dus ik denk dat je met Cabral iemand in huis haalt die voor heel veel sociale onrust zorgt. Ja. Ik zeg je eerlijk, toen ik dat las, ja, toen dacht ik in mezelf van, die man kent mij niet eens persoonlijk. En mensen zeggen wel, joh, ik ben arrogant. Daar kan ik alleen maar om lachen als mensen dat zeggen. Die mensen hebben niet eens de moeite genomen om een persoonlijk gesprek met mij aan te gaan, om mij echt te leren kennen, want hun oordelen op wat ze zien op tv. En dan, ja, ik denk dat dat niet, dan oordeel je een boek echt op z'n kaf. Dat is niet mijn manier van mensen oordelen. Als ik een goed gesprek met je heb gevoerd. En gewoon inhoudelijk. Gewoon, want voor mij is het belangrijkste hoe je als mens bent. Daarop oordeel ik je. En ik vind dat het veel te makkelijk oordelen is. Maar goed, dat is zijn mening. En ik zal dat niet tegenspreken. Hij mag van me. Het maakt niet uit wie je bent. Je kan alles zijn. Je kan alles zijn. Je kan alles zijn. Het maakt niet uit wat je doet. Je kan alles doen. Je kan alles doen. Zolang je maar. Ik heb altijd alles gegeven in mijn voetbalcarrière. Ja. Ik vind van wel. Tuurlijk zijn er momenten dat ik het wel even heb laten. Niet heb laten gaan of laten liggen, maar gewoon teleurstellingen. Ik kan daar heel moeilijk. Op sommige momenten kon ik daar heel moeilijk mee omgaan. Dan moet je wat dat betreft even terug naar de basis. Maar dat kom je daar iets later achter. Maar ik heb wel het gevoel, want ik heb gewoon altijd, ik geef altijd 100%. En dat doe ik nog steeds. En ik ben nu ouder, wat ouder geworden. En ik heb wel gemerkt dat er meer nodig is om gewoon aan de top te komen en daar ben ik dan nu ook mee bezig, maar ik doe er zeker alles aan. Ik zie een definitieve overstap naar ADO Den Haag zitten. Op dit moment niet. Maar ik ben hier niet gekomen om hier definitief te blijven. En dat weet ADO, daar hebben we gewoon heel goed over gesproken. En zoals ik al zei, dit is gewoon voor mij een opspringplan om weer hoger op te komen. Dus ik ben ook hier om ADO te helpen om hoger te eindigen. Dus op die manier hebben hun wat aan mij en ik iets aan hun. Zolang je maar jezelf was, jezelf bent en jezelf blijft voor altijd.